Doorfietsen. Nou, ik vond het goed, maar dan moet hij ook kunnen accepteren dat hij aanwijzingen kreeg. Yo, Martijn. Ja, we zijn zojuist geland in Lissabon. Vlucht. Ik vind het super, ik kan een filmpje kijken. Wat een flat, jongen. Wat is het dan? Welkom in Lissabon. Kamer 1. Albert en Inge. Woonkamer met uitzicht. Wat is dat? Wat daar? Mijn, ik ook. Sexy leder, eerst op het bed. Jawel. Bij de eetkamer. Oké. Ineens ben je weer bij de voordeur. Voordeur. Groene badkamer. Oké. Badkamer met bidetje. Hier kan je dus je kont zo in je... Badkamer 2. Master bedroom! Wat gaat over hier? Bunk bed, yo. We got some prison style en shit. En nu kom je bij de kitchenette. Kijk het uitzicht. Plafond proberen aan te raken. In de koelkast. Water. Ja, ik kan niet heen als ik ergens iets laat zien. De komende 3 dagen in Lissabon. Portugees de pet. Zo. Dat was gezien. Oké, okay, man. Wie wil er eentje? Ja, die 50cc die blafte wel. Maar die was volgens Google niet open. Duurder dan in Nederland. Er zit goed in, hè? Dat is niet goed veel. Kun je iedereen zeggen? En nog een meisje. Dit is een lamb karai. Normale rijst erbij. Garlic naan. Beetje met knoflook. Erg lekker. Smaakt ie? Ik ben ook bezig met opscheppen. Albert! Nou, ik heb het wel weer gehad. Ik vond het wel grappig, maar ik vind het ook wel spannend. Good morning. We zijn net wakker geworden. Zo even lekker een bijtje scoren. Daarna? Wat gaan we daarna? Oh ja, fietsen. Of scooters hier. Wat was het? Fietsen. Het is een fietstocht die alleen maar naar beneden gaat. En dan? Dan is het fijner voor de benen. Doe jij slippers aan of doe jij de schoenen aan? Schoenen. Doe een patch op. Zo, we zijn ready. Ik ben alleen benieuwd hoeveel heuvels we op moeten fietsen. We're at the bikes. Welkom, we zijn in Lissabon bij Baka Bikes. We gaan een fietstocht doen met alleen maar naar beneden fietsen. Zo'n vlot fietsje. De jouw was zelf niet pakken, die is wat groot, hè? Let's go en dan zie je me bij de GoPro. Look in the camera. Yo, yeah, what the fuck? Yo. We hebben een zieke view van Lissabon. Zieke bike. Ik pak mijn fiets en dan gaan we door. We gaan lekker naar beneden. We beginnen dus hier en gaan helemaal richting de rivier en eindigen we in Belém. Mijn ouders zijn 30 jaar getrouwd en we willen nog een keer met het gezin zeg maar weg. We zijn ook gisteren aangekomen, we hebben nog bijna niks gedaan. Nee. Heen is wel lekker. Hij was eigenlijk niet pittig, maar ik vond hem wel pittig zat eigenlijk. Het is alleen hier hoor. Ik film die Gaia. Ja, kijk hem wel. Ik heb ook zo'n ding in mijn ogen gekregen. Ik ben blij met die volle bril, want er komt van alles naar mijn ogen. Oh. Ja, maar dan krijg jij dat. Jij krijgt alleen maar rode ogen. Maar joh, maatje, ik heb wel 8 dingen in mijn ogen. Oké, dat is lang. Stel staartje. Kut. Ik sta naar haar. Doe nou niet hier. Deze kerk hier is een beetje een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Lissabon. Welkom bij de kerk. Oei.
Vertel even iets over deze kerk dan. In deze kerk is een keer ruzie geweest tussen een katholieke man en een Joodse man. Die katholiek die had het licht gezien, die zag Jezus. Die Joodse man die wilde hem een beetje bedaren, omdat hij dacht, die wordt insane. En die katholiek heeft de Jood mee naar buiten gesleurd en hier op het plein doodgeslagen met zijn vuist. Heel indrukwekkend. Nou, vul maar bij. Als je gaat, jongen. We gaan dat straatje daarin. Ja. Dit is echt een topfietsje. Kan maken. Ja, maar hoe hijs je dan zo'n standbeeld daarop? Hou je dat het één stuk? Nee, dit is een hologram. Dat ze zand er tegenaan gestort hebben. Dat ze zo een bergje, een helling gemaakt. Waarom ben jij zo slim? Oh ja, hij is al 31. Ja, ik ben lekker, hè. Droom wie gemeld wordt. Is dit als je dat dit in een video doet, man? Ja. Hé, hey, joh. Hé, hey, Michiel. Oh. Oh. Maak je handen maar vuil, hoor. Ja, zelf doen dan. Zo, hier ligt echt veel glas. Nee, de fietstocht is voorbij. Ja. Dat was echt pokka leuk. We hebben heel veel activity gepleegd, je weet toch. We zijn hier gevaarlijk in. Het is nou uiteindelijk, we zijn om 10:00 vertrokken. Het is nou 1:30. Ik vond het echt fantastisch. Het geweldig. Kijk wat we morgen gaan doen. Allerhande dingen zijn hier te doen. Zit je weer in je neus? Nee, ik zit bij mijn hand. Nog zo van. En die nazen. Deine nazen, ja. Honger. Zo, hier was iedereen wel even aan toe, hè? Vooral Albert. Heerlijke hamburger. Heerlijke hamburger? Heerlijk. Zo, dat ziet er ook goed uit, hoor. Met mayonaise ketchup. Ja, verrekt, dat heb ik ook. Ik ga ook even eten. Martijn, heb je gekild? Een bordje. Oh, ja. Giel, heb je gekild? Zeker. Dit is wel een mooie shot met jou en de San Francisco Bridge. Ik weet niet, ik woon daar toch niet meer. Gelukkig. Je bent geen Amalia. Pas op voor de tafeltje. Ga je 10 euro aandrinken. Wat wil je? Van de fietstocht. Het vond je leuk. De snelheid en de variatie door de stad heen. De verschillende soorten verhalen en dat het niet lang draait. Proost. Santé. Santé. Wouter en ik hetzelfde. Geen smaak, hoor.
Echt kut. Oh, dat is echt zo. Jij denkt dat jij zo erg verbrand bent, maar ik ben ook zo erg verbrand.